En Erwin, hoe hebt u uw laatste wedstrijd beleefd? Ja, een beetje zoals het hele seizoen. Ik was heel slecht weg. Had vrij goede benen, maar ook niet meer de superdag. En ik heb heel de koers, dus de 50 en de 100 meter, achter de tweede groep, achter Bart Welles gereden. Dus ja, net niet goed genoeg, maar op Albaan mag ik toch fier zijn. Ik heb de laatste ronde in het gezelschap gereden van Niels Albert. Ik ben net naar hem binnengekomen. Dus ja, dat is wel tof. Waar haalt een mens de motivatie om als topsporter gedurende 15 jaar te leven? Ja, waar haalt een mens die motivatie? Dat is gewoon een passie, iets dat je graag doet. Ja, vooral de motivatie om te presteren, om je te meten met anderen. En dat kan me enorm aan optrekken. En als het dan eens een week wat minder is, dan wil je de week daarna beter. En dat is een constante drijfveer. Ga je dit niet missen? Ik ga vooral de competitie missen. Het meten met de rest, dat is iets waar ik, wat ik altijd graag gedaan heb en dat ga ik wel missen. En waaruit bestaat uw verdere leven? Dat wordt deze week onder andere met Golazzo gesproken over mijn nabije toekomst. Dus gaan we kijken wat we daar gaan doen. Oké, dank u wel en succes in het verder.